Yo guys, welkom bij een video met vandaag een kijkje op Night on Earth, de serie. Serie reviews liggen iets anders dan mijn normale reviews. Dat is het feit dat ik meerdere episodes of meerdere films tegelijk zit te reviewen. Dus het is een beetje sneller, het is een beetje compacter, maar het is daar nog niet minder leuk. Wil jij vaker dat ik serie reviews? Doe dat dan weten in de comments beneden. Laat ik zeker weten welke series. Het enige probleem wat ik wel moet zeggen is bijvoorbeeld: Ik weet, Tiger King is nu heel populair. Wil je naar Tiger King gaan kijken? Dan doe ik dat. Ik ben best wel benieuwd daarnaar. Maar bijvoorbeeld ook La Casa de Papel seizoen 4. Ik heb de eerste drie seizoenen niet gezien en ik heb... Persoonlijk niet echt de behoefte eraan om drie seizoenen te gaan bingen. Om dan veel te laat met een seizoen 4 review te gaan komen. Dus het zijn minder likely dat die video's gaan komen, maar wie weet wat het allemaal gaat brengen. Laten we gaan beginnen met Night on Earth. Tergeen deze review ga ik al de zes verschillende afleveringen een beetje aanhalen. Ik ga zeggen wat ze goed hadden, ik ga zeggen wat ze minder goed hadden. En ik ga een totaalpunt op 10 geven per aflevering. Dat stel ik daarna op bij mijn persoonlijke score. Ook op 10. En dat tel ik daarna op bij mijn persoonlijke uh, credit score. Dus eigenlijk niet mijn persoonlijke, maar de credit score is ook op 10. Die punten tel ik allemaal samen. Dat wordt dan een punt op 80 hier, omdat er 6 afleveringen zijn. Dat zet ik op naar een punt op 10. En dat is het uiteindelijke score van de film, van de serie. Dus, let's go. We have always been strangers to the night. A place of unnerving sounds. And imagined terrors. But now, new technology allows us to lift the veil of darkness. All around the planet, the most iconic animals are revealing themselves in a completely new light. When the light fades, new worlds awaken. Oké, okay, episode 1: Moonlit the Plains geeft ons een prachtige inkijk op de savanna in de nacht. We kijken naar dieren, zoals leeuwen, luipaarden, die allemaal proberen om hun vangst en hun prooi te slaan in de nacht. Wat nog vrij lastig gaat als je niks kunt zien, want ze hebben geen zakland natuurlijk. Het is zeer interessant en zeer mooi om te zien hoe dat deze dieren het eigenlijk allemaal teweeg brengen en dat is ook heel erg cool gedaakt. Helaas is er wel een overhangen probleem in de serie Nights on Earth en dat is de aandacht. De, de serie is vrij langzaam, gaat vrij moeizaam vooruit, soms gebeurt er niet zo heel veel en het is moeilijk om je aandacht erbij te houden als je bijvoorbeeld de serie kijkt vrij laat op de avond. Voor deze aflevering alleen al deed ik twee dagen over en ik moest constant terugspoelen omdat ik een klein stukje in slaap was gevallen zelfs. De serie is prachtig, maar dat is iets persoonlijks. Episode 1 krijgt van mij een 7 op 10. Episode 2 Frozen Nights geeft ons dan meer inkijk in de rangen van hoe is het overleven in de nacht in zo'n ijzige kou als bijvoorbeeld in de jungle of bijvoorbeeld in de Noordkappen bij de Noordpool en de ijsberen. Het is heel interessant om te zien. Zo is bijvoorbeeld een heel segment over een mama-ijsbeer met twee jongetjes, ijsberen, en die proberen om de laatste nacht van de nachten in het jaar proberen ze eigenlijk gewoon om hun prooi te slaan en dat is toch vrij fucking lastig. Er zit best wel wat ernst achter, want het licht gaat daarna niet meer uit voor vier maanden in de Noordpool. Het betere aan deze aflevering is de diversiteit, omdat we veel meer te zien krijgen en daardoor is de aandacht ook beter bij te houden en is het veel interessanter om te kijken. Ik geef episode 2, Frozen Nights, een 8 op 10. Episode 3, Jungle Nights, was het moeilijkste voor mij om te kijken. Het was heel leuk om te zien, het was heel divers. Het was vooral kleinschalig omdat we de kleine diertjes te volgen en de grote dieren die in de bomen hangen, zoals de apen. Het was heel mooi om te zien. Alleen hier begin ik echt wel stress te krijgen van de narrator van de film, die, of van de narrator van de serie, die continu dingen zit te zeggen over de camera's en over hoe dat ze dit nu kunnen doen met een thermal cam, of met een heatcam, of met een ultraviolet lights camera. Ze praten Continu over, wat ik aan de ene kant begrijp, aangezien het de eerste keer is dat camera's zulke beelden hebben kunnen vastleggen. Maar aan de andere kant, we zijn 2,5 uur in deze documentaire bezig. We fucking get it. Je hoeft het niet continu te zeggen. Episode 3 krijgt van mij een 6 op 10. Episode 4, Dark Seas, komt voor mij dan ook weer met de grootste verrassing van de film, aangezien ik een zeetariër ben. Ik weet niet of dat het een woord is, maar word zet hem niet fout, dus ik schat van wel. En ik bedoel daarmee dat ik niks heb met de zee. Ik ga liever naar een zwembad zwemmen. Ik ga wel graag naar het strand. Maar bijvoorbeeld, ik eet niet in, uit de zee. Ik eet niks van vis. Ik eet niks wat in de zee heeft gelegen. Dus het is iets wat ik persoonlijk heb. Ik heb niks met de zee. En toch heeft deze aflevering mij vrij goed geamuseerd. En ik heb vrij aandachtig gekeken naar bijvoorbeeld de haaien. Of de forellen. Of de, zelfs de, de jacht op de dieren van de mensheid uit, die gaan vissen, de grote vissersboten. Het was heel interessant om te zien, en bijvoorbeeld ook orka's, roggen, alles hebben we gezien gekregen. En het was ook vrij mooi. Ik geef Dark Seas een 7 op 10. Op nummer 5 de aflevering waar ik het meeste naar uitkijk om te kijken en dat was Sleepless Cities. Namelijk een stad, een stad slaapt nooit. Letterlijk in de nacht is daar altijd nog iets aan te doen. maar. De steden worden steeds groter en we nemen het leefmilieu van de dieren weg. Dat is een gegeven, dat weet iedereen. Kunnen we er eens aan doen? Ja, niet meer bijbouwen. Gaan we er iets aan doen? Nee. We dus zijn mensen. We willen eten. We willen... Mensen zijn egoïstisch. Laten we het daarop houden. Maar dus de dieren, die zoeken gewoon andere plaatsen om te kunnen overnachten. En sommige dieren, die... waren... <coughs> en sommige dieren waren bijvoorbeeld totaal geen nachtdieren, maar... dagdieren. Maar doordat ze in de stad zijn gaan leven, zijn ze nachtdieren geworden. Aangezien er toch nooit sleep nodig is. Het is daar altijd wel licht. Het is altijd licht genoeg voor dieren. Het is dus heel interessant om te zien. Ik vond het heel interessant om te kijken, maar het probleem daarbij was dat het nog wel leeg was. We zien een beer in een vuilbak, we zien een luipaard dat een hond opeet, erg genoeg, en we zien duizenden aapjes door een stad. Dat is eigenlijk alles wat we te zien krijgen in deze aflevering en het voelt gewoon een beetje leeg aan. Ik geef Sleepless City een 7 op 10. Episode 6, Dusk Till Dawn, is dan het grote einde van deze serie en we gaan niet spectaculair kijken naar iets nieuws, we gaan kijken naar wat we al gezien hebben. Maar dan nog een beetje uitgebreider, met nog een meer, wat meer uitleg en nog wat meer uitleg over de camera's die toch steeds goed werken na 6 uur. In deze aflevering heb ik echt een scheidhekel aan de narrator, omdat hij alleen maar praat over de camera's en minder over de dieren. Het is de dieren die van belang zijn, de camera's, het is goed dat je het een paar keer hebt gezegd, maar nog steeds blijft ze er continu over bezig. En dat is ook het grootste fout wat ik heb met deze serie. Ik geef Dusk Till Dawn een 7 op 10. Persoonlijk vind ik dus ook dat er niet echt iets mis is met deze serie, maar het heeft me ook minder geraakt dan ik eigenlijk had gehoopt. Ik geef deze serie volledig een 7 op 10. Ik ben het ook niet eens met de critics. De critics waren wel laaiend enthousiast over deze film, dat snap ik ook wel. Het is allemaal echt spectaculair om te zien. Dat, dat kun je van me aannemen. Het is spectaculair. Het is prachtig. De critics geven deze film een 8 op 10 serie. Dat brengt de totaalscore van de serie Night on Earth uit om een 57 op 80. Oftewel een 7,1 op 10. Ga jij Night on Earth kijken? Laat weten wat je ervan vond in de comments. beneden laat ik weten wat je vindt van deze serie review. Zou je liever een andere manier vinden van een Of zou je gewoon liever willen dat ik gewoon stop met serie reviews? Laat het weten in de comments beneden. Ik zie jullie graag terug in een volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.